voorzitter van de jeugdraad. Wat heeft u vanavond in de raad gedaan? We hebben vooral geluisterd vandaag. Het was een voorlichting over dus Schuldenlab Almelo. We hebben onszelf ook voorgesteld aan de raad zelf. Ik ben namelijk net nieuw als voorzitter van de jongerenraad. En we hebben een vraag gesteld op het gebied van de schulden met jongeren. Hoe is het met de jeugdraad? Hoe vaak vergaderen jullie? We hebben eens per maand hebben wij een centraal overleg. Dat is nu allemaal online. En de jongerenraad is verdeeld in verschillende werkgroepen. En die werkgroepen die vergaderen ongeveer één keer in de twee weken. Dat ligt aan de werkgroepen zelf. En nu met dit onderwerp, met de schuldenlab, ben je maar even naar de raadzaal gekomen. En wat kan de jeugdraad daaraan bijdragen? Wat wij daar vooral kunnen doen is het begrip kweken bij de jongeren zelf. We kunnen zeggen, er zijn schulden, sommige jongeren hebben schulden nou eenmaal. Dat is een feit. En we kunnen daar juist misschien wat meer aan doen. We kunnen het misschien voorkomen. Dat is eigenlijk wel het voornaamste doel eigenlijk. En hoe werkt dat in de praktijk? Dat zou ik nu niet zo heel erg in detail kunnen zeggen allemaal. We hebben het hier niet zo vaak over gehad bij de vergaderingen. We zijn hier vooral bezig met ledenwerven. En als we genoeg leden hebben, dan kunnen we hier wel echt een heel goed punt van maken binnen de jongerenraad.